mensen, wat leuk dat jullie weer terug zijn hier bij een nieuwe video van Scribblenauts op het speelkasteel. Dat was flink veel adem. Ja, zoals jullie misschien weten, nee, weten jullie vast niet. Op mijn Twitter had ik laatst gepost dat ik super erg last heb van mijn kaak. Want mijn verstandskies komt door en het doet zo'n pijn. Dus ik heb allemaal aspirines genomen, paracetamol, hoe noem je dat? Om deze aflevering te kunnen maken. Dus als ik een beetje gek doe met mijn mond en een beetje pijn heb, dan weten jullie waardoor. Maar verder, gaan we gewoon lekker aan de slag en lekker zwemmen aan het spelen. We zijn nog steeds heel klein en dat vind ik eigenlijk niet zo cool. Dus we gaan elkaar even groot maken. Mini, halen we weg. Gewoon normaal. Zo, we zijn weer normaal. Oké, en deze man. Geef me een sterrenbeeld om te ontdekken. Ik weet toevallig van de vorige aflevering, kreeft is een sterrenbeeld. Kijk. En daarom geef ik die. Want... hoe leuk is het? Ik ben toevallig een kreeft. Ik ben 7 juli jarig, dus ik ben een kreeft. Kijk, kreeft. Kreeft. Kan ik er nog meer bij zetten? Probeer de andere sterrenbeelden te vinden. Oh, ja, oké, ga ik doen. Maagd is ook een sterrenbeeld. Kijk. En... ik weet er nog... ik weet ze misschien wel allemaal. Maagd. Ja. Dan heb je nog steenbok. Ja. Je hebt ook schorpioen. 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 In sommige dingen noemen ze dat anders. Maar dit is hier schorpioen. Ja, die heb je ook. Kijk. Maar je hebt er nog meer. Dat is de steenbok. De schorpioen. Even denken. Leeuw heb je. Leeuw. Leeuw. Stier heb je ook. Stier. Maak ook gelijk erbij. Zo. Vissen. Weegschaal. Tweeling. Vissen, weegschaal, tweeling. Moet ik even nog maken. Oké. Vissen. Weegschaal. Oh. Weegschaal. Ja. Weegschaal. En tweeling. Even denken. Wat hebben we dan nog meer? Vissen, weegschaal, tweeling. Kreeft. Vissen. Dus weegschaal. Ik mis er nog een paar, denk ik. Of niet? Dat heb ik ze allemaal al. Even denken. Maagd. Tweeling. Schorpioen. Vissen. Ik vergeet nog iets. Maar ik wil ze allemaal halen. Oh, shit. Even denken. Vissen. Stier. Steenbok. Kreeft. Maagd. Ik kom even niet op. Ik ga nog even doordenken en ik ga verder als een andere missie doen. Ik wil een nieuw huis. Oké. Wat is hier met deze gore gebarsten iglo? Oké, dan maken we die toch even mooi en gemaakt wit. Zo, kijk. Die is helemaal mooi. Wat een man. Oké, gewoon een huis. Hij gaat gewoon een normaal huis. Kijk eens. Hoppakee. Oost best, thuis best. Zo is het maar net. Laat me iets in de kosmos zien dat ik kan bestuderen. Een zwart gat. Zwart gat. Oh! Ram, waterman, boogschutter. Die miste ik nog. Ram. En waterman. En boogschutter. Dan heb ik ze als goed allemaal. Kijk, hier komt de ram. Ja. Hier komt de boogschutter. En de waterman komt daartussen. Ja. Als het goed is heb ik ze nu allemaal. En kijk er eens voor. Denk het wel, toch? Wauw, wat mooi. Al die sterren. Gefeliciteerd, je hebt alle sterren gevonden. Oké. Ik krijg helemaal niks voor. Wat is met die sneeuwpop hier aan de hand? Ik wil een sneeuwpop zijn. Dan moet hij een wortel in als zijn neus hebben. Kijk, worteltje. Hop. Oh. Wow, hij bleef meteen naar een zwarte gat ingetrokken. Kan ik die missies hier nog wel halen allemaal? Ja, 4 van de 8. Oh, ik kan hier nog een. Oh, kijk. Oh nee, de gletsjer smelt waardoor het waterniveau stijgt. Zoek een manier om het te stoppen. Ik maak het gewoon een koude zon. Koude zon. Kijk, deze zon is gewoon koud. Niks aan de hand. Helemaal goed. Kunnen we hier die grot ook in? Gaat dat heen? Oh, hier zijn we al geweest. Nee, hier hoeven we niet naartoe. Daar komen we net vandaan. Dat hebben we in de vorige aflevering nog gedaan. Hier, deze kant op. Wie is dit? Theo van Gogh? Ik wil een beeld maken van dit ijsblok. Dan moet hij zo'n ding hebben, hoe heet het ook alweer? Een beitel. Hamer en een beitel. Beitel.
Korte ei, wist ik niet. Kijk eens. Ach, wat mooi. En wat wij? Kaas. Kaas? Oh, hij heeft een foto. Camera. Of wil hij dat er een foto van hem gemaakt wordt? Dat kan natuurlijk ook. Ik een camera. Gebruiken. Ja, ik heb een foto van hem. Die heeft een foto opgegeten. Het interesseert me geen hele hol. Ik ga deze missie doen. Help de kerstman zich op de grote nacht voor te bereiden. Oké, kerstman! Ik kom je helpen! Want ik ben een hulpje van de kerstman. Ik ben ook een elf. Lachen. Dat is wel geinig. Oh, dit is net zo'n Italiaans muziekje, het soort. De kerstman komt tijd tekort. Help hem door 3 cadeaus voor brave kinderen in de slee te leggen. Oké. Een voetbal. Vinden jongens altijd leuk. Een Barbiepop. Ik weet niet of het kan. Barbier? Nee. Dat is natuurlijk een merknaam. Kan ik niet gebruiken. Een pop dan gewoon. Pop. Zo, poppetje. En iedereen vindt ook altijd leuk. Monopoly. Dat zullen ze ook wel niet. Kennen ze ook niet. Oké, dan een keyboard om muziek op te spelen. Maar dit was een keyboard voor een computer. Is die goed? Computer. Iedereen heeft een computer. Leg ook iets voor de stoute kinderen in mijn slee. Voor het geval dat. Oké. Poep. Poep. Kan ik het niet maken? Nee. Wat is echt vervelend om te krijgen? Een knikker. Eén knikker. Gewoon één knikkertje. Dat is wel lachen. Zou ik niet willen krijgen. Oké. Water. Gewoon water. Zo, alsjeblieft, hier heb je water. Zo, hier, drink het lekker op. Ook niet? Oké. Plas? Oeh, dit is wel heftig. Nee. Frikandel. Frikandellen. Nou, dat zou ik wel willen krijgen, maar... Oké, wat moet ik geven? Stront. Strot. Stroep. Sproet. Strot. Sprot. Sloot. Stroop. String. String! Wow, kun je string maken? Heftig! Een stringetje. Kijk hier! Ik heb mijn string aan. Oh! Broekje gaat uit! De broek gaat uit en de string gaat aan! Wow, yo! Kan ik ook een BH? Oh my god! Kijk hem gaan hier! BH'tje! Stringetje! What the fuck? Sexy! Oh, even een tip. Staat de kinderen krijgen geen speelgoed. Nee. Oké. Oké. Wat is geen speelgoed? Een sok krijgen ze. Sick, sok, sokkie, sokkie, stok. Een stok. Ze krijgen een stok. Prima. Oké, een schoen. Weet ik veel, what the fuck? Schoenen? Ja, ik zou schoenen wel prima vinden. Sokken. Dat is de moeilijkste. Ja, kijk, hè. Jezus. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar we hebben wel lekker stringetje aan. Oké, allemaal sneeuw. En dan, oh nee, er ligt allemaal sneeuw in de weg. Fijne sneeuw van de startbaan, zal ik mijn sneeuw opstijgen. Dat dacht ik al. Een schep pak ik en ik ga het even scheppen. Want zo ben ik dan ook wel weer. Graven, hoppakee. Graven. Graven, laat me graven. Ik wil graven. Hoppakee. Zo. Wat is mistig dat zijn neus wel te hulp kan gebruiken. Pas een bevoegde naam ertoe zodat de rendier in de mist oplicht. Oké. Op zijn neus alleen. Kan ik? Oh nee. Klapblok gebruiken. Lichtgevend. Lichtgevend. Zo. Hoppakee, let's go. Mag ik ook mee? Nee, vertrek maar weer zonder mij. Voor de natie. Geef me mijn Star Rider in ieder geval. Daar komt ie. En dat is, zoals jullie misschien wel weten, de 50ste Star Ride. En ik ga meteen pakken. Woo! Ta 50. Goed gedaan. Bezoek Lily. Naar Lily. Hallo Lily. Lily, bijna helemaal van steen. Hier, Star Ride. 50. Yes. Heb ik hem dan nu gered? Of niet? Oh. Een astronaut. Bla bla bla. Bla bla bla. En dan gaat hij in de raket. Doei. Wat gaat hij doen? Jetpack. Die pak ik ook. Oh, en dan gaat hij weg. Nu wordt ze helemaal van steen. Ja, ze is een steen. 60. 50. Zien jullie dat? 60. Ik moet 60 Star Wars hebben en dan kan ik Lily bevrijden.
Biden. Oh man. Er staan nog zoveel leuke dingen voor ons te wachten. We zijn nog lang niet klaar. Nee, jongens en meisjes, we gaan gewoon lekker door. Maar we moeten hier nog één star uithalen. Dat zal vast helemaal aan de rechterkant zijn. Dus gaan we even heen. Ik wil weer een stringetje aan hoor. Ook wel genieten. Lekker hoor. Even kijken. Deze pinguïn. Ik ben helemaal uitgedost voor een formeel feest. Oké. Een hoge hoed moet hij dan op. Dat moet er nog bij. Voor een lekker feestje. Oh nee, dat is juist niet formeel. Oh, dat is wel. Ja, dat is formeel. Een pak? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel een smoking. Nee, nu zit het in het pakje. Nee, dat is niet de bedoeling. Smoking. Daar is het. Een smoking. Ik doe hem aan. Nu hoor ik er ook bij. Ziek en nergens omheen te gaan. Nou, dan gaat het lekker nergens heen. Level voltooid. Oké, volgende level. Wow. Ik vind het wel heel leuk om hierheen te gaan. Maar dat gaan we nog niet doen. Nee. We gaan gewoon lekker naar de uitroeptekenberg. Ja, dat is geweldig, de uitroeptekenberg. Daar is het toch altijd zo gezellig. Welkom bij de uitroeptekenberg. Nou, bedankt. Bedankt voor het warm onthaal hier in het koude level. Want wat is het fucking koud. Oh, en meteen zijn we bij een teentje. En dan kunnen we... 3 bergbeklimmers hebben hulp nodig om de top van de uitroeptekenberg te bereiken. Nou, gaan we die even helpen. Zo zijn we dan ook wel weer. Wij helpen die bitches altijd. Yes. Daar zijn ze, de 3 bergbeklimmers. En wat is er bovenop de berg waar ze heen willen? Helemaal niks. Alleen een ster. Oké. Nou ja, kan leuk zijn. Misschien houden ze wel van sterren. Niemand weet het. Deze 3 vrienden beklimmen de berg. Ruim de lawine uit de weg door een dorgen te blokkeren. Een lawine is toch sneeuw, niet stenen. Ik pak mijn bazooka. Wat? Oh. Ik heb mezelf vermoord. Meen je niet. Opnieuw. Opnieuw. Ja, oké, lawine. Lawine. Opnieuw proberen, bazookertje. Schiet die dingen kapot, kom op. Pas op, niet zo dichtbij. Oh, nu maakt die man natuurlijk dood straks. Ik pak dit niet. Ik pak een dynamiet. Ik ga hier dynamiet leggen. Dynamiet. Zo, kijk hier. Wat is dit? Russische bommuts. Oh, die had ik op. Oh, die wil ik ophouden. Waar is die dynamiet nou heen? Dynamiet. Nog meer. Dynamiet. Nog meer dynamiet. Nog meer dynamiet. Zo. En dan vuur. Wacht even. Nog even hier neerleggen. Ik moet eerst even aan de kant. Zo. Veilig achter de stenen. Pak het vuur. En... hoppakee. Oh, bijna weg. Oké, hier nog een dynamietje. Dynamiet. Het geeft geen harde knal. Vuur. Huh? Is nou... nee, nog steeds niet weg. Oké, aanvallen. Oké, pak... doe met een zwaard. Alsof ik echt zo'n heftige man ben. Hop! En nog hop! Yay! Loop maar jongens, kom op! Let's go! Kunnen jullie weer door de berg op? Want dat is erg belangrijk. Maar daar is daar natuurlijk weer de volgende valstrik. En wat is het deze keer? Oh, ik heb zelfs van de kaak. Het is een verschrikkelijke sneeuwman. De ijsreuzen hebben een storm veroorzaakt. Maak 3 voorwerpen met de beklimmers de kou kunnen overleven. Oké, ik ga ze meteen helpen. En ik weet ook al wat ze moeten hebben. Ze moeten namelijk gewoon een sjaal, handschoenen en een muts. Muts. En een sjaal. En handschoenen. Zo, lekker warm. Hier, fuck de ijsreuzen. We hebben niks van deze shit. We gaan gewoon lekker door. Ja hoor. Daar lopen ze. Oh nee, daar is een Yeti. En dan gooit dingen naar beneden. A la de oude Donkey Kong. De Yeti is woest. Reken met hem af, zodat de klimmers hun tocht kunnen vervolgen. Maar dood hem niet.
Oké. Misschien kan ik hem opsluiten in een kooi of zo. Auw! Hufter! Het is rustig, joh. Kooi. Kooi. Daar past hij niet in. Maar wel als ik een mini maak. Mini Yeti. Zo, mini Yeti in de kooi. Kooitje hier. We moeten hem lokken in de kooi. Ik maak een hek. Een hek. Afrastering. Zo. Hey! What the fuck? Nee! Moet ik weer helemaal opnieuw? Nee! Oh my god, hoe kan dit nou? Daar zijn de stenen weer. Oh my god. Hoppakee. Oké, okay, door. Kom op. Kom op. Hup, hup, hup. Doorlopen, jongens. We hebben nog meer te doen vandaag. Ja, we hebben nog wat meer te doen vandaag. In ieder geval deze missie even halen. Want we moeten de 60 Star Rides snel halen. Daar staat een microfoon. Even mee praten. Oh nee, allemaal sneeuw. Oh, en ik weet niet hoe ik het op moet lossen, want ik heb deze missie niet al net gedaan. Door, kom op. Go, 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 go! Naar de Yeti. Maar hoe ga ik het doen met de Yeti? Daar moet ik wel even goed over nadenken. Misschien kan ik hem lief maken. Ja, dat is wel een goeie. Als ik gewoon toevoeg het, bijvoeg ik namelijk lief. Ik had hier, hij is woest, hij is woest. Zie je, hij is woest. Maak hem lief. Niks aan de hand. Slimme dag, Koen. Dankjewel, Koen. Ik praat met mezelf. Ik weet het. Even kijken. Klapblok gebruiken. Lief. Lief. Oh, hij is lief. Kijk, hij is lief. De Yeti is lief. En dan gaan ze de berg beklimmen. Zet op, hè. Daar komen ze aan. En daar is het noorderlicht. Oh, wauw. Wat mooi. De klimmers zijn bijna op de top. Plaats een voorwerp op de top. Dat een van de klimmers zou willen hebben. Geld. Yo, hallo. En hamburgers. Hamburgertje, geld. Dat wil iedereen. Oké, okay, jullie willen geen hamburger en geen geld? Een zak met geld? Een zalm. Zalmgeld. Ah, dit is mooi geld. Monopoly geld. Blauw geld? Moet ik alle kleuren geld maken? Ja. Ik ben een Monopoly expert. Even kijken, wat is dit? Monnik. Wetenschap. Wetenschap wil een robot. Robit? Waarschijnlijk robit. Robot. Een bergbeklimmer. Ja. Een touw? Weet ik het? Wat willen deze mensen? Chip? Een chip. Weet je wel, zo uit de computer. Chips wil ook iedereen. Computer. Ik weet het echt niet, joh. Wat, maak het niet zo lastig. Oh. Wat wil de monnik? Klooster. Ja, nou moet je ook rennen hoor. Een bergtop is dichtbij aan de plek tot de hemel. Ik wil een teken van mijn persoonlijke prestatie op de berg. Een vlag! Natuurlijk. Ja, kom op hé. Kom op. Ja, hè. Is het nou klaar? Zet die vlag neer en go, go, go. Ja, oké. Okay. Snel, spring! En hij pakt de fucking star. Walalala. Walalala. 51. Yes. Oké, okay, verder! En dat was de 51ste Star Ride. En wat gaan we dan doen? Deze meneer even helpen. Eskimo, de beeld is oersaai. Vervangt om iets met mij te inspireren op het houten platform. Wat heeft hij gezegd? Oh, een hamburger. Zou hij een hamburger kunnen maken van ijs? Ja! Wat vet! Hij is wel lelijk. Eerlijk is eerlijk. Bevroren hamburger. Ja, zo kan ik het ook, vriend. Mijn cadeaus. Er zit iemand in mijn paleis en hij wil niet weg. Misschien kunnen we hem wegjagen met kabaal. Oké, okay, nou dan ga jij lekker met een elektrische gitaar kabaal maken. Oh, what the fuck? Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Ik wil op klikken. Oh, en nu gaat dit ook open. Cool, 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 cool. Ik wil nog even mijn poppetje veranderen. Heel check. Ik wil mijn poppetje veranderen. Dat gaan we nu doen.
3, 2, 1, klapblok gebruiken. Kies een avatar, ja. Even kijken, hebben we nog iets leuks in de aanbieding vandaag? Nee, deze is, nieuw volgens mij, of niet? Chili. Geen idee. Die piraat is ook lachen. Ja, die piraat pakken we. Die gaan we bewerken. Bewerken. We maken eerst een hele alien piraat, ja? Had altijd frikandellen bij zich. Zijn oog is een frikandel. En hij heeft een snoepzak. Snoepzaak. Shoebal. Shoebak. Een shoebak. Hij heeft een shoebak op zijn hoofd. En ik noem hem Shoeman. De tweede. Shoeman de tweede. Dit is Shoeman de tweede. Dat is gewoon duidelijk te zien. Want Shoeman de eerste is weg. Dit is Shoeman de tweede. Gewoon duidelijk te zien. Ik pak Shoeman de tweede erbij. Hoppakee. En hij heeft een lekkere Shoeman op zijn hoofd. Wil iemand nog shoelen? Want ik ben in de buurt. Oh, ik druk steeds op Shoeman. Help ons naar beneden. Je bent echt een meter ervan af. Je kan dit makkelijk springen. Maar oké. Okay. Trampoline. Land maar op de trampoline. Oké, okay. Wat extra touw. Zo. Kom op, schattenbout. Oh. Lachen dit. Wow. Ik kan best over springen. Wow. 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 Oké, okay, hoe gaat die mensen? Ik ga gewoon, ik pak gewoon een schaar. Let op. Gereedschap. Een schaartje. En mijn jetpack. Met mijn frikandel oog. Knip ik hier. Het schaar, de touw door. Let op. Hoppakee. Zo. Ja, je kan niet weg, want de touw zit hier nog. Ik weet dat je weg wil rennen, maar dat gaat niet. Ze zit hier vast. Kijk dan. Lachen dit. Lachen dit. Kun je me helpen een voorsprong op te bouwen? Je staat al voor, maar goed. Dat kan ik zeker. Door een beetje vlees te geven. Ham. Aan dat beest. Een voorsprong. Weet ik het? Een ander beest? Een, hoe heet ik weer zo'n ding? IJsbeer? Dit moet weg. Oh, ik bestuur deze ijsbeer. Wow, en hij springt. Wow, en hij vliegt. Vliegende ijsbeer! Met iemand met een shoebak op zijn hoofd. Het wordt steeds raarder hier. Ik weet niet hoe ik deze op moet lossen. Kan ik deze niet helpen? Bergklimster? Nee, dat waren die. Deze ga ik helpen. Er zit een prehistorisch lichaam vast in de gletsjer. Maar we kunnen wetenschap gebruiken om het te bevrijden. Oké, okay, nou. Pak een föhn. En föhn eruit. Hoppa, föhnen. Vuur. Oh. De zon. Hallo. Net smolt hij meteen, nu niet. Gletsjer. Smelt. Gesmolten. Smeltende. Hij smelt nu. Toch? Nee. Weet ik veel. Hoe ga ik dat doen? Met een beitel? Misschien ook? Oh, beitels met een korte eikel. Godverdomme. Hier, beitel eruit. Kom op. Wat is dit voor luilak? Hamer? Ga eens aan het werk, joh. Doe ik het zelf wel. Beitel. Hier, gebruiken. Kut. Ik kan niet hoog genoeg springen om mijn mama geit te vervolgen. Oh, nee. Dan moet je even op de... Dan moet je een jetpack hebben. Zal ik kunnen? Zal ik die een jetpack kunnen geven? Ja, kijk! Oh. Oké, dit is raar. Heel raar. En met gezegd hebben dat dit fucking raar is, ga ik deze aflevering afsluiten. Vonden jullie deze video leuk? Willen jullie dan alsjeblieft even een duimpje hieronder naar boven doen. Hieronder naar boven doen. Een reactie achterlaten. En natuurlijk even abonneren op het Speelkasteel. Dan zie ik jullie in de volgende video weer. Dat is woensdag. Five Nights at Freddy's. Gaan we eindelijk nacht 5 halen. Ik hoop het. Ik check jullie later. En ik hoop dat mijn kaker snel geneest. Later.